Hij zit al bijna 2 minuten onder water. Ik heb toch wel even de camera er weer bij. Dit zijn onder andere wat foto's die gemaakt zijn. Handig hè, zo'n handige papa. Ja. Hey kijkers, welkom bij weer een nieuwe video op ons kanaal. Leuk dat jullie weer kijken. Dit wordt weer een gezellige weekvlog. Tenminste, gezellig, daar ga ik vanuit. Ik ga even naar buiten. Want wij hebben visite vandaag. Nou ja, het is niet echt visite, want het is mijn eigen kind. Nou, je hoort Marcel al lachen. Maar kijk. Louis zei zo. Hij zit al bijna 2 minuten onder water. Niet. Ja, echt waar. Echt waar? Ja. Ja, maar ik snap er helemaal niks van. Hebt hij zijn rietje? Hij ja, volgens mij ook. Hij heeft een snorkel. Leeft hij nog wel? Hey, hallo. Jeetje, ja. 2 minuten? Ja, zeker wel. Zo. Nee. Hij begon op... Ja, je kan het nakijken. Dat wordt een leuk. Holy fuck, hoe lang was dit? Zet er even reclame tussen. Zo, ik heb nog geen adem meer. We begonnen op 25 seconden en op 1 minuut 50 of zo stopte je. Dus wel. Best wel lang. Jeetje, Dio. Dat is wel wat langer dan toen in die emmer. Ja. Maar ja, het is wel de ontspanning die je hebt. Nee, kan jij niet? Ja, ik denk het. Maar dat ga je toch ik niet. Denk dat ik echt doodgaan. Ja, ik kan het niet. Ik krijg het al heet als ik boven water zit. Ja, dat komt door mij. Nou, ik laat Gio en Jade maar gezellig even zitten, want die zitten lekker in de hot tub. Maar er moet een beetje koud water bij, maar ze heeft denk ik iets te heet gestookt. Hè? Nee, jij houdt van lekker heet water. Ik denk water. Dat Jade het gewoon goud te warm heeft. Ik vraag dus net of ze hier blijven eten en dat willen ze wel, maar alleen als ik bruine rijst maak. Ik had eigenlijk moussaka in gedachten, maar goed, ik denk dat ik dan toch maar bruine rijst ga maken. Dus... Jullie blijven alleen eten als ik bruine rijst maak. Ja, oprecht. Ik ga maar bruine rijst maken. Goedemorgen, we hebben weer een nieuwe dag vandaag. En vandaag is het maandag. Wij zitten nu in de auto en we zijn onderweg naar Scoopers. Dat is het management van Melanie en mij. En van Marcel. En we hebben daar een fotoshoot. Dus we zijn allemaal een beetje extra opgetut. Marcel is ook weer opgetut. Nee, dat is de vorige keer. Jij bent niet opgetut, hè? Nee. Nee. Ik kom zo mijn bed uit. Ja. Melanie, de haar kan je nu heel goed zien. Kijk eens hoe mooi. Mooie kleur. Ja, hè? Ja. En leuk geknipt. Ziet er prachtig uit. Inmiddels zijn we aangekomen bij Scoopers. En het kantoor ziet er zo prachtig uit. Het is helemaal verbouwd. Als je binnenkomt heb je een prachtige loper hier liggen. Aan de muur allemaal spiegels. Hier heb je de spreekkamers. Kijk eens even. Prachtig, die lampen erbij en daar een soort fotostudio, echt heel erg mooi. Kijk eens hoe gezellig de keuken er ook uitziet met al die plantjes. Hier ook allemaal zitjes, ontzettend mooi. Maar we gaan nu even in bespreking en gaan we straks de fotoshoot doen, dus ik ben echt heel erg benieuwd. We zijn klaar met de bespreking en we gaan zo foto's maken. Maar wat ik hier op beeld zie... Kijk dan. Dat ben ik. Mooi. Dat is in Breda ook in, joh. Ja. Kijk dit dan. Dit is ja. Wel leuk. Hè? Die is ook leuk. Kijk dan. Mijn video wordt dus afgespeeld hier. Ah, zo leuk. Kijk eens even. Melanie in de fotoshoot. Oh, heel nice. Paarsjes werk je wel weg, hè? Nou, bij eentje hoor, als je er eentje uitkiest. Ja, helemaal leuk. Marcel als model. Huh? Gaat je goed af hoor? Nee. Marcel is ook model. Modelletje hoor, Mar. Hey. Ja, super. Lachen. Tweede modelletje. Goed zo, Mel. Nice. Ik ben net geweest met de fotoshoot en nu is Louise aan de beurt. Ja, ja. Nou, helemaal professioneel. Nou, als laatste Melanie nog even. Dus dat zijn leuke foto's voor de website van Scoopers. Dus mocht je die willen zien, dan moet je even naar de website van Scoopers gaan. De foto's zullen er niet gelijk op staan, duurt natuurlijk nog even. De fotoshoot zit erop en we komen hier binnen en we krijgen nog iets mee. Dit heb ik echt nog nooit gezien. Het zijn donuts. En kijk eens hoe die versierd zijn. Wow. Dat ziet er echt heerlijk uit. Deze zijn weer anders, hè? Kijk. En deze zijn weer anders. Nou, we hebben wat lekkers te eten, man. We gaan eventjes bij Esther naar binnen. Want Esther heeft ook een nieuw
kantoor. Nieuwe kamer. Ja. Nieuw. Wat vind je ervan? Prachtig. Vet, hè? Ja, het is echt heel vet. Maar ik heb dit ook nog nooit gezien, zo mooi. Nee, leuk, hè? Nou, echt super. Ja, kijk eens even. En het is heel lang geleden, hè? Nou. Nou, oh, veel te lang. Ja, voelt het echt. Ja. Het is echt erg, ja. Maar heel blij je weer te zien. Ja, ik ook. We gaan even een beetje bijkletsen, dus ik ga even de camera wegdoen. Zo, ben je alvast begonnen, Mar? Aan de donut. Ja. Is die lekker? Heerlijk. Ja, dat kan ook niet anders, hè? En we hebben weer een nieuwe dag vandaag. En vandaag is het dinsdag. En het is vandaag Koningsdag. Eigenlijk is de dag al bijna voorbij. Want we hebben vandaag lekker niks gedaan. Ik heb een beetje in de zon gelegen. Dat kan je wel zien eigenlijk. Het is best hard gegaan. Maar Marcel en ik die gaan even een stukje scooteren. Marcel die heeft nog, eigenlijk nog niet op Melanie de scooter gereden. Dus dat gaan we nu even doen. En Melanie die is zelf bij Jorn. Gio is bij Jade. Dus we hadden een rustig dagje vandaag. Ik doe wel altijd even mijn haar vast of omhoog. Want ja, op de scooter heb je natuurlijk altijd veel wind. En als je er dan afkomt, dan zit je haar vol met klitten. Die je er bijna niet meer uitkrijgt. Dus ik ga het denk ik nog maar even verder omhoog doen. Want ja, anders dan krijgt die klitten er niet meer uit. Eén grote klittenbos. Kijk die zitten. Nou, goede oude tijd, Mar. Hey. Hè? Ja, was de motor was dat? Nee, dat was een brommer. Ik had een poegie. Oh, dat ook nog, ja. Ja. We hebben nooit een scooter gehad, maar ik heb wel een Poeg Maxi gehad. En jij? Een Zundap of zo? Nee, Yamaha. Oh, Yamaha. Dus dat is wel even wat anders, maar we gaan nu op de scooter van Melanie. Wij zijn even onderweg en we zijn weer bij de tulpenvelden. En wat blijft dit toch mooi, hè? Hey, joh. Kijk eens even. Alle kleuren weer. Ik weet niet of je het kan zien, want ik heb tegenlicht. Marja was er nog niet echt geweest, hè? Nee, dit jaar nog niet. Prachtig, hè? Ik heb voor het eerst die oranje gezien. Ja. Maar we gaan weer een klein stukje verder scooteren. Het is wel gaan waaien, dus we gaan even kijken waar we naartoe gaan. En ik ga mijn haar weer vastdoen. Oh, ik heb toch wel even de camera er weer bij gepakt. Ik wil mijn haar vastdoen met die klem, maar die schiet uit mijn hand. En die gaat zo tegen Marcel's hoofd aan. Ah, oh, sorry schat. Ja. Gaat het? Ja, dat gaan we weer. Maar oh, wat leedvermaak, wat erg voor mij. Jij hebt ook altijd wel leedvermaak, hè? Ja, nee, ik vind het echt erg. Ja, sorry. Maar, wat wil je? Naar huis. Oh. Goedemorgen, we hebben vandaag weer een nieuwe dag. En vandaag is het woensdag. Ik moet even nadenken, want de dagen die gaan zo hard. Maar wie is er hier bij mij? Want wij gaan voor mijn moeder voor een bril kijken bij Pearl. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. En Guusje is er ook. Maar we gaan naar Pearl en we gaan voor een mooie bril kijken, hè mam? Ja, een hele mooie. Jij hebt ook een nieuwe bril nodig. Ja. Oké, nou daar gaan we. Nou ma, waar zit je dan? Ja, mooie bril, hè. Geslaagd? Ja. Leuk, hè? Zo even opdoen. Ja, drie brillen. Zonnebril, een gewone en nog eentje. Ja. Wauw. Nou, ze zien maar. Een bonnetje. Leuk. Ja. Gaan ze dadelijk laten zien, hè? Ja, dankjewel. Ah, oh, kijk Guusje liggen. Hi, lieve. Die ligt de hele tijd zijn liefde bij. Dat is de nieuwe bril. Chic, hè? Ja, heel mooi. En de volgende? Oh ja. Want je hebt er drie. Ja, dat. Oh ja, ik heb er drie. Ja. Dat wordt wel zonnebril. 1 plus 1. Dit wordt mijn zonnebril. Dat wordt de zonnebril. Ja, er zitten nu nog geen glazen in, maar die komen er nog in natuurlijk. Er komen donkere glazen in. Ja. En de andere? Een reservebril, ja, omdat je nogal eens je brillen kwijtraakt. Ja, daarom. En deze is van de Bon, helemaal gratis, hè? Ja, deze is helemaal gratis. Nou, perfect. Leuk, hè? Heel leuk. Helemaal goed. Ja, mooi. Heel blij mee. Goedemorgen, we hebben weer een nieuwe dag vandaag. En vandaag is het donderdag. En het weer is wel even heel wat anders dan gisteren en eergisteren. Want het is heel waaierig en koud en regen. Dus het is heel ongezellig weer. Maar wat ik jullie nog zou laten zien is het model staan van Melanie en Gio voor Pearl. Toen waren ze nog heel jong, maar ik heb het even opgezocht. In de vorige vlog had ik gezegd dat ik het nog op zou zoeken en jullie laten zien. Ik heb het gevonden, dus ik ga het nu even laten zien. Dit is de placemat. Die lagen in de winkels van alle Pearls. Nou, dit is Gio, niet te missen natuurlijk. Dit zijn de foldertjes die men meekreeg. En kijk eens, daar heb je ook Gio. En hier heb je Melanie en Gio. Dus
in de foldertjes. Dit is een ander foldertje, ook van Pro. En kijk, daar staan ze ook in. Ze hebben toen een hele dag foto-opnames gehad, dus echt een fotoshoot door een professionele fotograaf in een professionele fotostudio. Het was echt ontzettend leuk om dat met ze mee te maken. En ik heb daar ook nog wat foto's van. En we zijn naar een Pearl-winkel geweest en daar hebben we natuurlijk ook wat foto's gemaakt, want we wilden het ook met eigen ogen zien. Dit zijn onder andere wat foto's die gemaakt zijn. Dit is de originele foto die dus in de winkel heeft gehangen. En hier zie je Gio ook nog. Leuk brilletje. Hier zie je de placement in de winkel liggen. En hier zie je heel groot Gio in de winkel hangen. En hier Melanie en Gio. Echt super leuk als je dit zo weer terug ziet. Hier zie je ze ook nog een keer. En hier staat Gio daarnaast in de winkel. Kijk, dat is Giovanni en Marcel maakt een foto. Hier staat hij ook nog een keer naast zijn eigen foto in de winkel. Hoe leuk is dat om terug te zien? Ik heb het ook gefilmd destijds. En dat zullen jullie ook wel in de serie die ik ga maken of die ik aan het maken ben, terug gaan zien die beelden. Want het was echt super leuk. Ik ben echt een super trotse moeder. Zeker toen ook. Was echt een super leuke dag. Dus mooi om te bewaren allemaal. Deze foto's moet ik ook even laten zien. Die zijn zo leuk. En dat is het leuke van een tweeling. Ze kunnen altijd heel veel dingen samen doen. Hoe leuk. Ik ben wel heel erg blij dat ik dit allemaal bewaard heb. En ja, dat je zoveel dingen allemaal nog terug kan vinden en terug kan zoeken. Want je maakt eigenlijk door het hele leven zoveel herinneringen, maar zoveel dingen vergeet je ook weer. En door foto's en film en video kan je het allemaal weer terugzoeken, terugvinden. En komen er weer zoveel herinneringen naar boven. Dat vind ik echt heel mooi. En zeker als het mooie herinneringen zijn natuurlijk. En leuke herinneringen. Only lonely. Not as feeling any right. There goes my baby. There goes my heart. They're gone forever. Ja, dat leek mij niet. Dat ging echt apart. But only the lonely know why I cry. De badkamer die wordt opgeleverd. Wij gebruiken natuurlijk al heel lang de badkamer. Jawel. Ja, heel veel plezier. Maar nu, degene van Badkamer Evolutie, die komen nu zelf min of meer de badkamer opleveren. Omdat hij natuurlijk helemaal klaar is. En ze hebben hem zelf ook nog niet afgezien. Dus ik kan hem eindelijk helemaal laten zien. Wie je net hoorde zingen was Bob. En die kan echt prachtig zingen. En omdat je in de douche natuurlijk heel mooi a cappella kan zingen. Omdat het geluid, de akoestiek heel mooi is. Heeft hij al een stukje gedaan voor ons. De badkamer is nu officieel opgeleverd. Heel erg bedankt voor het prachtige ontwerp, Annemarie. Graag gedaan. Ja, vind je het zelf leuk om zo te zien? Prachtig. Echt heel mooi geworden. Ja, super mooi. Echt fantastisch. En Bob? Ik ben heel tevreden met het eindresultaat. En het is geworden zoals we zelf hoopten. Ja, hè? Het is echt perfect. Ja, perfectie. Ja. Ja, perfectie als principe. Ja, zeker weten. Ja. En mooi? Super blij. Ja. Echt super blij. Nog echt elke dag geniet ik ervan. Ja. Ik had af en toe nog steeds niet geloven dat ik in mijn eigen badkamer sta. Nee. Maar ja, echt de luxe die we hebben nu. En echt prachtig. Maar ik ga hem nog uitgebreid laten zien. En dan kunnen jullie ook meekijken en genieten van de mooie badkamer. Ja. Kijk eens even wat Jorn weer gemaakt heeft. Wat is het, Jorn? Pasta carbonara. Oh ja, pasta carbonara. Heerlijk. Ik wil nog even wat laten zien. Klein weetje, want we zitten voor het eerst met z'n zessen aan tafel. Marcel, Melanie, Jorn, Gio, Jade en ik. Yo. Iedereen is stil, maar het is verder wel gezellig. Nou, we zitten heerlijk van het eten te genieten. Ja, dat is waar. We zijn stil omdat het eten zo lekker is, Jorn. Gelukkig. Hey. Heerlijk. Zo, en we hebben weer een nieuwe dag vandaag. En vandaag is het vrijdag. En ik ben bij Gio aan het werk. En gewoon zoals altijd lekker een beetje schoonmaken. Het is heel slecht weer buiten. En zijn zwemvijver, die wordt helemaal ververst met water. Dus die is helemaal leeg nu. En hij loopt langzaam vol met water. Het trappetje zie je nu heel duidelijk. Dus hij is langzaam weer aan het vollopen. Gio is op dit moment boven. Die was aan het editen.
En ik loop nu ook eventjes naar boven, want Jade is ook boven. En Jade, die heeft weer een mooi nieuw kastje, dus de kamer hier is bijna klaar. Kijk eens even hoe druk ze bezig zijn. Hallo. 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 Lukt het allemaal? Bijna klaar? Ja, nog twee planken. Nog twee planken? Ja, dan weten waar ze op moeten. Oh, oké. Okay. Maar het kastje achter Jade, dat is ook al bijna klaar. Dus nieuw kastje? Yes. Leuk hoor. En hier hangen de plankjes. En zie je dat ze onderkant, die dingen? Heel gezellig. Ja, die zijn leuk hè? Ja, heel erg leuk. Er zijn stofzuiger erop, maar dan komen die plankjes erop en zo. Dat heeft je papa weer netjes gedaan. Ik weet er niet na. Handig hè, zo'n handige papa. Ja. Dat doet MAVO. Ja. Hij kan in ieder geval kaart lezen, toch? Ja, precies. En hier zie ik een groen monster. En wie is dat groene monster? Gio! Hallo! Hi! Mooi geworden, hè? Ja. Daar, heel leuk. Ja, kijk eens. Hi, Poes. Ik heb weer een hele volle wasmand met schone was. Die ga ik naar boven brengen en dan ga ik weer verder met de rest wassen en schoonmaken. En hoort er allemaal bij, hè? Goedemorgen, we hebben weer een nieuwe dag vandaag en vandaag is het zaterdag. Ik heb helemaal niks op mijn gezicht, want wij gaan zo onderweg naar Delia in Purmerend. Dus dat is even een uur en drie kwartier rijden en dan wordt weer lekker ons gezicht gedaan. Melanie gaat mee, die is zich aan het aankleden. Dus we gaan zo onderweg. We hebben gisteren iets heel erg leuks binnengekregen en dat wil ik jullie vanmiddag zodra we terug zijn even laten zien. Dus als we terug zijn, ga ik iets heel leuks laten zien. Het is van Netflix, maar ik zeg nog niet wat. Nou, mama die ligt weer in de stoel. Wat voor behandelingen krijgt ze nu? Ze heeft een mesoïncladbehandeling gehad. En de mesoïncladbehandeling is gewoon een hele erg anti-aging behandeling. En dan zie je dat hier rondom de neusleugels. En een beetje rondom de mond een beetje aan het frosten is. En frosting is bevriezing van de bovenste hoorlaag. En dat is niet erg. Maar dat geeft gewoon aan dat die conditie van de huid daar wat lager is. En daar kan ze dus ook een beetje meer gaan schilderen. Daar gaan we nu aan werken. Ja. Yes. Helemaal mooi. Nou, mam, je lijkt zo weer 30. Oh, okay. We gaan het zo zien. Nou, is Melanie aan de beurt. En jij hebt een verdoving op, hè? Verdovingscreme. Ja, ja, want je gaat de dermapen doen. Ik ga de dermapen doen bij Melanie. Ja. Ja, goed op de littekens werken. Dagdoekjes. Mooi, fijn, doen we op. Okay. We gaan een stapje verder. Nou, ik ben benieuwd, Mel. Ik ben ook heel benieuwd. Ja. Ik ben inmiddels weer klaar en... Nou, je ziet het, mijn huid die glimt weer helemaal. En die ziet er weer stralend uit. Dus ik ben weer helemaal blij. Maar we gaan nu even kijken bij Melanie hoe het dermapen werkt. Kijk eens, zo werkt de dermapen. En wat doet hij precies? Nou, hij maakt dus eigenlijk allemaal hele kleine kanaaltjes in de huid. Ja. Waardoor het huidherstelproces gaat verbeteren. Dus je bent eigenlijk microscopisch kleine kanaaltjes in de huid te maken. Ja. En die zelfvernieuwing te verbeteren. Dus daardoor juist heel mooi op litteken. Oh, okay. En loforia, lijntjes, meentjes, noem maar op. Dat is wel helemaal rood. Ja, dat jullie door bloeding eigenlijk heel erg aan het stimuleren bent. Ja. Dan blijf je rustig, hè? Ja, bizar, hè? Ja, hè? Super fijn. En het doet in principe ook geen zeer, omdat ze natuurlijk net ook in de verdovingscreme... Ja, dat was de crème zitten. Die ze op had, ja, inderdaad. Dat ja, dat scheelt wel. Hoor. Ja. Goed dan, Mel. Kijk eens. En dit is een masker. Ja, dit is het Refirming Mask. Refirming Mask. Ja, het Refirming Mask van Persmara. Die gaat eigenlijk heel mooi op het herstel van de huid werken. Pukkeltjes, littekentjes. Ja. Nou, Mel, ziet er mooi uit. Ik zal niks zeggen. Nee. Was er geen 15 minuten? Jawel. Nee, dat geloof ik echt niet. Was dat 15 minuten? Ja. Oh. Ja, als je eenmaal zo lekker ligt, dan is de tijd zo voorbij. Want je valt zo in slaap en je bent zo weg. Melanie en ik zijn weer thuis. En kijk eens wie er ook thuis is. Lekker op de zaterdagmiddag onderuit. Hè? Lekker hè? Heerlijk hè? Ja, ja. En hier zitten we eentje voor het raam.
Dus die gaan we zo maar naar binnen laten. In de volgende vlog, dus de vlog van aankomende week, ga ik jullie laten zien wat Netflix ons opgestuurd heeft. En ga ik een tour doen door de badkamer. Dus een badkamertour, zodat jullie de hele badkamer uitgebreid kunnen zien. Voor nu wil ik deze vlog of deze video weer afsluiten. Wil ik jullie heel erg bedanken weer voor het kijken naar deze video. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten. Vergeet ook niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Vergeet ook niet het belletje aan te klikken. Dan weet je weer wanneer er een nieuwe video online staat. En dan zeg ik voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Oh.